Dank ook voor alles wat dit koor, ons kerkelijk zanggoor, in de loop der jaren voor onze gemeenschap betekent. Het zangkoor zich ontzettend ontwikkeld heeft in die 55 jaar dat ik hier ben. Van enkele mannen die zongen, tot de 62 vrouwen en mannen die er op dit moment zijn. Dat betekent dat die vereniging langzaam maar zeker toch gegroeid is. Mede ook door de kwaliteit van zang, die aangebracht is door de dirigenten die er in de loop van die aantal jaren, die nummer 2 eigenlijk geweest, die in de loop van de jaren dat bewerkstellig hebben. Wat wordt de aanleiding? Kunt ze nog vertellen wie is er bij het koor is gekomen? Nou, het koorwereldje is heel klein, dus het is de merkstot besturen vaak en dirigenten via ronselen als er ergens een vacature is. Ik had een koor in Valkenburg en er waren weer mensen die bekende houden in Margraten, dus ik word erover gebeld, maar eigenlijk hou ik al gezag, ik ben helemaal bezet. Kerkkoor kent ze er vaak maar één van hebben, want kerstmis, Pasen, de hoogtijdagen, kent ze op één plek tegelijk zijn. Vroeger worden er veel meer missen, kon ze dat nog combineren. Toen word ik door Jeanette Bartels, bestuurslid, gebeld. En eigenlijk zag ik nee, maar die had blijkbaar zo'n invloed. En die heb ik anderhalf uur is hier aan de telefoon gebleven met vragen en paaien. En komt toch eens loesteren. En we hebben het eigenlijk niet zo druk. En wat achteraf natuurlijk een utopie is, want we hebben best een heel druk programma. Wat is uw ervaring met Ingrid Kerkhoff als dirigent van ons koor? Ja, die vrouw duidt in ieder geval heel veel. Moet je gerustig zeggen, zeker de manslui, die kropen voor haar, die zijn gecharmeerd van haar. En het bleek dus toch dat dat werkt. De repetities werden heel goed bezocht. Van tevoren waren het langzaam maar zeker minderend waren. Maar nu onder leiding van Ingrid, gij dus nog steeds een moeig aantal leden dat erbij komt. Ik moet wel zeggen dat Harry Kussers wel het begin gemaakt heeft, tot de kwaliteit van het koor dat het op dit moment heeft. Toen ben ik komen loes van de kerk in Margraten en hoe gecharmeerd worden door het aantal mannen. En mocht ik uitkijken wat ik muziek voor de dames niet heb, want die vingen altijd de mannen een beetje bevoordeeld, maar ik moest toch een beetje kietelen om ze spannend te houden. Nou, de hoeveelheid mannen, de hele entourage, want het moet natuurlijk, de kunst dirigent een koor hebben, maar het moet een goede chemie zijn. En nou, dat voelde ik toen, dat voel ik nog steeds. Dus. De vorige voorzitter Jan Maassen, de broers, toen net die al ziekte waren. En ik zou het nerven hem en dan vroeg hem of ik voorzitter wil werden. Maar wat ik dus nooit gewild had, was voorzitter werden van dit koor. Ik dacht dat ik het niet koos. Maar Jan, die was steeds slechter en slechter. En op een gegeven moment, na een half jaar, heb ik gezegd van Jan, dan neem ik het nu van de gaf en dat is nu zo'n 9 jaar geleden. En ik moest gewoon een groentje tussen al die lui wat al zo lang in het koor of in het bestuur zaten. Dus dat was dus wennen. Maar ik denk dat we ons hier gaan gevonden houden. En tot voor tot op heden het bestuur hebben hoe ze die vinger bij aanflexen.
bijna 25 jaar lid van het kerkelijk zangkoor Sint-Cecilia. Ik heb in de afgelopen 25 jaar een hele hoop metgemaakt. Het is een heel fijn groep mensen die het om elkaar geven als mens. Die met plezier zingen en ook met heel veel plezier naar de repetities toe komen. In het verleden hadden we een programma dat iets meer naar de religieuze en de klassieke kant toe ging. De laatste jaren zien we iets meer op het populaire genre ingegaan. Wat is het meeste bij me blijven hangen? Ik denk dat ik, wat ik mezelf trek naar Benneschuit, is dat wie ik verzitter word, over Gij Vaandel. En ik ben een groeische mens, ik geloof het leest achter een vaandel. Of een padjob, een van die twee. Dus toen heb ik een lid gevonden wat de vaandel heeft ontworpen, heeft gemaakt. En sindsdien lopen we dus met het koer achter een vaandel aan. En dat vind ik fantastisch. Als het een mechelijk heb ik zo gaat, dan gaan we nog 200-jarig jubileum toe. Dus dan zit je nog niet van mij af. Om met deze mensen te mogen zingen vind ik bijzonder fijn. En mensen die zingen, dat zien mensen die altijd een goed humeur hebben. Dat zien mensen die vriendelijk zijn, dat zien mensen die lachen. Als ik zie wat de laatste jaren toch weer een jongerlui er binnen is gekomen, denk ik. Dat als we dat enthousiasme blijven uitstralen, dat we gegarandeerd nog zangers erbij krijgen van een jongere leeftijd. En ik denk dat iedereen trots moet zien op zo'n koor, zo'n groot koor in een sprookje. En iedereen in de buurt leugt rustig komen kijken daarna. En op deze manier zie je al als het kerkelijk zangkoor al een uithangpleitje voor de sprookje naar boven toe.